Dus zo belanden wij altijd van het een of het ander. Waren we net met haar spullen bezig en zijn ik hou van mama. Een bed aan het opmaken. En ik hou van jou. Maar nu heb ik iets leuks. Goeie. Oh, ik zie dat ik mijn haar nog helemaal niet heb gedaan. Goedemorgen allemaal. Maar ja, dan ga ik hier zitten en dan. Jeroen heeft een hele schattige, lieve, romantische koffie voor mij gemaakt. Goedemiddag allemaal. Welkom bij deze nieuwe vlog. Mijn naam is Danielle en dit is... Iselotte. Leuk dat je kijkt. Wat zeg je? Dus je meteen ook. Ja, die mag er ook voorheen. Beetje andere open als normaal. Het is al 1,05 uur, denk ik. Horloges leeg, weet ik niet. Het was vandaag zo'n hectische dag. Dat er van vloggen nog niet veel gekomen is. Maar daar ga ik gewoon nu lekker mee beginnen. Ik ben nu met Iselotte bezig in haar kamertje. Daar zouden we eigenlijk al een tijdje geleden aan beginnen. Maar dat kwam er toen ook even niet van. Dus nu waren we eigenlijk... Ja, dat, zo gaat het altijd bij mij. Hoe dan ben ik met... Hoe moet je naam zo... Molton? Molton om een... Matras. Matras doen! Nou, dan begin je met een hoekje zoeken. En die doe je eromheen. En dan trek je hem naar de andere hoekjes toe. Dus dan kijk je eerst even wat de korte kant is. Maar goed, wat ik wilde zeggen... Kijk, dat is de korte kant. Dit. Ja. Dan kijk je even wat de binnenkant is. Dit. Kan je het naadje zien? Zo hoor. Ja. Ja, maar toch. Kom hier. Ja. Kijk, hier zie je het naadje. Dit is de binnenkant, dus hij moet even andersom. Juist zo. En dan doe je hem hier even om de hoek van de matras. Doe hem hier maar omheen. Daar mag ook. Mag ook aan de andere kant beginnen. Dat hij goed in de hoek zit. Juist. En dan doe je de andere hoek. Help. Ja. En dan doe je het voeteind. Nou, maar wat ik dus wilde vertellen is, zo gaat het altijd bij mij of bij ons. Dan begin ik met het een en ondertussen beland ik in het ander. Ik was eigenlijk net niet zo gezellig, want ik ben een beetje moe. Ik heb hard gewerkt vandaag. Ik ook hoor. En ik had gewoon even zin om te chillen. Maar ja, Iselotte wilde van alles doen. Dus dat was even niet zo'n goede match met elkaar vandaag. Maar goed. Iselotte wilde heel graag de herfstspulletjes neerzetten. Daar waren we gisteren al een beetje mee begonnen. Maar we waren nog een beetje zoekende naar een goed tafeltje. Dus... Yeah. Nou hadden we bedacht, we doen het gewoon op een kratje van Albert Heijn. Yeah. Dat als tafeltje gebruiken. Dat heb ik al heel erg opgeruimd. Maar om, dat zie je zo'n lelijk blauw ding. Dus ik dacht van, nou dan gaan we even naar boven. En halen we even een laken en doen we dat over het tafeltje heen. En dan hebben we nog leuke Halloween herfstachtige kleedjes die we er dan overheen kunnen doen. Maar goed, dan hebben we in ieder geval een witte basis en zie je dat blauwe ding niet. Zo gedacht, gingen wij naar boven om even een Molton te gaan zoeken. Toen dacht ik, hey, er staat hier nog een wasmand. Die ruim ik gelijk even leeg. Er lag nog een dekbed in de slaapkamer die Jeroen gewassen had. Dus zodoende zijn wij nu Iselotte het bed opnieuw aan het opmaken. Dat toen zijn we nu aan het doen. Toen moest ik wel alles eruit halen. Maar ja, toen moest natuurlijk alles uit haar bed. Al haar knuffels. Dus het was hier al niet echt netjes. Is het nu helemaal niet meer. Maar mama, ik ga jou nu even het laken geven. Ja, mama, ik heb hier al alles klaargelegd. Maar wacht even. Dus zo belanden wij altijd van het een of het ander. Waren we net met haar spullen bezig en zijn ik hou van mama! Een bed aan het opmaken. En ik hou van jou.
Kom binnen. Nou, kijk. Ze heeft genoeg knuffeltjes, zoals jullie zien. En kijk hier. Ze heeft ze allemaal netjes neergezet. Kijk hier ligt, hieronder. Even zelf laten filmen. En dan moet je... Bambi! Kom bijna. Let's go. Let's go, let's go. Oh nee, dat gaat niet lukken. Zo met haar vrolijke bedtentje. Slaap lekker. Ik welterusten. Nou, tot morgen. Welterusten. Goedenavond allemaal. Het is, hoe laat is het? Bijna 8:30. En normaal lig ik nu lekker op de bank YouTube-filmpjes kijken of Netflix of weet ik veel wat. Maar nu heb ik iets leuks. Ik heb de Creachic puzzel besteld. Nou ja, ik heb hem besteld, maar ik heb hem eigenlijk gekregen voor mijn verjaardag. En toen ik jarig was, was die nog niet leverbaar. Hij is echt gloedje nieuw. Dus ik had hem gepre-orderd. En hij is dus vandaag binnengekomen. En ja, toevallig zat ik dus vanochtend nog in mijn journal te schrijven. Dat, wacht even. Ja. Toevallig zat ik vanochtend nog in mijn journal te schrijven. Dat ik vaak dan maar gewoon op de bank lig en filmpjes lig te kijken. En soms maar gewoon... doelloos, of gedachteloos eigenlijk, tv zitten te kijken. En natuurlijk is het ook hartstikke lekker om te doen. En natuurlijk is het ook fijn om gewoon even niks te hoeven doen. En gewoon liggen op de bank of zitten op de bank. Zit ook gewoon heel vaak in het hoekje. En dan gewoon lekker even niks te doen. Maar het kan ook allebei. Ik kan ook zeggen van ik ga even een half uurtje of een uurtje iets anders doen. Puzzelen, tekenen, haken, whatever. Want ik heb dus zoveel dingen wat ik leuk vind om te doen, maar waar ik gewoon geen tijd voor heb. Ik hou van haken, ik hou van kleuren, ik hou van puzzelen. Ik kan het niet opnoemen, ik vind het gewoon, en dat is ook gewoon mijn probleem. Ik vind gewoon te veel dingen leuk, maar ik heb gewoon te weinig tijd. Maar goed, ik kan er natuurlijk tijd voor maken. Het is maar natuurlijk waar je prioriteiten aan stelt. En ook televisie kijken, of series kijken, of YouTube kijken, vind ik ook hartstikke leuk. Maar ja, het is een beetje gemakzucht of zo, weet je. Het wordt je... Je krijgt het gewoon maar in je beeld en je hoeft er eigenlijk niks voor te doen. En als het ene filmpje afgelopen is, dan wordt het andere alweer getoond. Dus je bent gewoon zo een hele avond verder. Dus ik was er vanochtend over aan het nadenken en toen schreef ik erover in mijn journal. En toen dacht ik, nee, dat gaan we anders doen. En toen kwam vandaag deze binnen, de Creachic puzzel. Ik schrijf overigens ook in de Creachic bullet journal. Nou, dan lijk ik net zo'n fangirl, maar... Yep. Ik vind gewoon dat ze hele mooie spullen maakt. Dus dat zal deze puzzel ongetwijfeld ook zijn. Ik ga deze puzzel dan ook even met jullie unboxen. Ik ga even zo neerzetten. Dat die er ook een beetje gezellig op staat. Ja, dit vind ik dus al super tof om te zien wat ik eigenlijk als eerste zie. En dat is dat de puzzel een zwarte achterkant heeft. Er staat denk ik Creachic er logo op. Nou, dat vind ik dus al super gaaf. Niet zo'n lelijk grijs dingetje. Maar dat er dus ook gewoon heel veel aandacht besteed is aan de achterkant van de puzzel. Dat vind ik al super leuk. De doos is van binnen ook. Dus ik denk dat dit ook de achterkant van de puzzel is. Maar dan contra. Dus een blauwe achterkant met een witte logootje. En... er zit nog wat in. Daar heb ik al wat stories voorbij zien komen. Van haar hierover. Want ze promoot natuurlijk zelf ook. Het is overigens geen spon. I wish dat Creachic mij sponsorde. Dat ik gewoon al haar leuke spulletjes toegestuurd kreeg. Maar helaas. Dus hier zit een... Volgens mij is dat ook echt het formaat van de poster... de puzzel in. Ik wil er nog niet te veel naar kijken, want het kan een beetje een verrassing zijn, maar het is denk ik wel heel handig met puzzelen. Maar ik zag er wel iets voorbij komen. Ik
Gebruik de poster op de achterzijde voor extra puzzelgemak of lijst hem in. Dat staat dus hier. Creatic verstopte tijdens het tekenen van deze illustratie een paar kleine objecten. Kun jij ze allemaal terugvinden, puzzel? Nou, dat is natuurlijk super grappig. Er staan dus hier allemaal blaadjes op. Die je dus moet kunnen terugvinden in de puzzel. Nou, dat is natuurlijk ook super grappig gedaan. Nou, super leuk. Dit is natuurlijk wel handig als je echt even iets wil opzoeken. Dat je even de poster erbij kan pakken. Ik leg hem nu nog even opzij. Jongens, ik ga gewoon aan een nieuwe puzzel beginnen. Ik heb ongeveer 2 weken geleden, volgens mij, voor mij nu, volgend weekend voor jullie, 2 weekenden geleden, konden jullie zien dat ik de vorige puzzel, de wasscheidpuzzel, afmaakte van de veiling. Die was ook echt heel leuk om te doen. En nu heb ik dus gewoon een Creatic puzzel en ga ik dus een nieuwe puzzel beginnen. Ik heb er echt heel veel zin in. Ik ben heel erg benieuwd. En ik puzzel dus op deze puzzelmap. Ja, het is eigenlijk een soort van groot etui. En daar ben ik echt heel blij mee. De vorige keer, want ik heb een hele tijd niet gepuzzeld. Meestal puzzel ik altijd een beetje alleen in de winter. En vorige keer had ik dus deze map verkeerd omgebruikt. Dus ik had eigenlijk gepuzzeld op de deksel. En nu heeft Jeroen hem alvast voor me klaargelegd toen ik boven Islotte naar bed aan het brengen was. Zodat ik hem nu hopelijk de goede kant aan de ben ik zo benieuwd. Want de vorige keer verschoven de stukjes toch nog wel een beetje als je hem rechtop zet. Dus ik legde hem eigenlijk gewoon altijd plat weg. Op zich kan dat ook prima, want je kan hem gewoon onder een kast of onder de bank schuiven. Dat heb ik ook heel vaak gedaan. Wij hebben op zich hier wel de ruimte dat ik hem even in een hoekje weg kan leggen op de grond. Maar het zou natuurlijk makkelijk zijn als je hem ook gewoon echt rechtop weg kan zetten. Dus dat ga ik nu ook uitproberen of dat met, als ik hem dus, want ik had hem de vorige keer op de bolle kant gemaakt. Als ik hem dus nu op de holle kant maak, die echt helemaal plat is. Of die dan ook beter de stukjes gewoon blijven liggen en niet verschuiven. Dus ik ga nu beginnen aan de nieuwe Creatic puzzel. Daar gaat hij. Ik zie al wel dat hij super mooi glanst. En het zijn echt hele scherpe hoekjes ook van de puzzel. Voelt super lekker. Nou. Mijn eerste indruk is echt wel dat ik heel enthousiast over ben. Het voelt zo lekker. Het is heel crispy of zo. Het lijkt wel haast of het van plastic is of zo. Misschien komt dat ook omdat hij aan 2 kanten natuurlijk een print heeft. Hè? Want dit is dan een puzzelstukje. Dit is dan een beetje nemen met meer kleur. Kijk, dit is dan een puzzelstukje. Maar de achterkant heeft dus ook gewoon een coating. Dus ik denk daardoor dat hij ook, normaal is dat natuurlijk gewoon papier. En ik denk dat dat ook al maakt dat hij een stuk beter voelt. Nou jongens, ik ga even beginnen. Ik weet niet of jullie een systeem hebben met puzzelen. Wat ik eigenlijk altijd doe is, ik zoek altijd eerst de randjes uit en de hoekjes. En dan ga ik eerst toch proberen de rand te maken. Je hebt dus bij die mat, heb je dus ook nog 2 van deze extra platen. Waar je dus de stukjes op uit kan leggen. En dan doe ik ook gewoon nog een deel in de doos. En dan als mijn plateau een beetje, als mijn plateau een beetje leeg wordt, dan vul ik daar weer wat uit van de doos. Of ik zit lekker in de doos te grabbelen. Zo. Ja, goed, genoeg geluld. Ik ga lekker beginnen aan mijn nieuwe puzzel. En ja, ik ben heel benieuwd. Fulfill.
try my best just to love myself, but I can't help but feel like this, like pinkies crossed, I broke my promise. Zo, nou, dit zijn, als het goed is, meestal zitten er nog wel een paar rechte stukjes tussen, maar als het goed is zijn dit alle niet rechte stukjes. En heb ik nu hier alle rechte stukjes liggen. Dus daarmee bedoel ik de stukjes van de rand. Snap wel, denk ik. Dus dat doe ik eigenlijk altijd als eerste. Dan ga ik eerst proberen de rand te maken. En ik moet echt zeggen, even een CreaChic puzzle review, dat ik de stukjes zo prettig vind voelen. Ze zijn heel glad. En ja, het voelt gewoon heel lekker of zo op een of andere manier. Gewoon lekker materiaal. En ja, je ziet gewoon al, het is nu wel snel dingetjes. Ik ben natuurlijk wel gewend om nu die wasschijpuzzel te maken. En ja, ik verwacht dat deze puzzel wel een stukje makkelijker zal zijn. Want ja, dat is natuurlijk best wel een verschil in moeilijkheid, denk ik. Ik ben ondertussen al flink stuk opgeschoten met de rand van de puzzel. Maar ja, zoals gebruikelijk mis ik natuurlijk weer een paar stukjes van de rand. Ik zal even laten zien wat ik tot nu toe heb gedaan. Nou, ik hoop dat je het een beetje kan zien zo. Ik mis hier nog een stukje. Verder is deze rand helemaal dicht. Hier is die ook helemaal dicht. Hier mis ik nog een paar stukjes. En hier mis ik nog een paar stukjes. Voor de rest is die wel helemaal rondom dicht. Maar ik heb met het sorteren in de bak toch nog wat gemist. Dus die ga ik even zoeken. En dan pak ik even zo'n plaat erbij, zo'n lege plaat. En ondertussen dat ik ga zoeken, dat ik denk van, hé, ik kom al stukjes tegen die echt bij elkaar horen. Grappig. Bij elkaar horen qua kleur, die op elkaar lijken. Dan leg ik dat vast weg op die plaat. Dan kan ik daar straks misschien, als de rand klaar is, daar weer mee verder. Dus dat ga ik nu weer even doen. Nou, ik heb nog één stukje van de rand gevonden, maar het is best wel lastig zoeken tussen al die stukjes. En ik heb hier wel een paar dingetjes al vast een beetje bij elkaar gelegd. Maar ik ga nog eventjes Chateau Wijnand kijken. Ja, want dat is vandaag donderdag, dus dat is vandaag op tv. Maar ik ga even proberen, als ik nu de koffer dicht doe, de map dicht doe, en als ik hem dan rechtop zet, of dan alles toch naar beneden zakt. Dus ik heb hier de stukjes liggen. Ik heb deze poster even in het midden gelegd erop. Kijken of die ook blijft liggen. En dan ga ik hem dichtklappen en dan kijken wat er gebeurt. Nou, ik heb hem helemaal dichtgeritst. Dan haak ik hem even. Jess, het goed werk nu, schat. Rechtop houden. Dan zet ik hem even weg. Staat op de grond. Zullen we een klein beetje tikken? Nou, en nu het moment van de waarheid. De poster is blijven liggen. Maar zoals jullie zien zijn de stukjes hier op het plateau wel verschoven. Niet helemaal naar beneden, maar ze zijn wel een stukje naar beneden. Heb ik natuurlijk wel ook een beetje getikt. En even kijken, de stukjes op de... Ja, de stukjes op de... van de rand, dus die op de plaat zelf liggen, die zijn wel echt blijven liggen. En niet alles is naar beneden gezakt. Ik denk dus als je het gewoon echt heel voorzichtig doet en gewoon echt wegzet en er niet mee gaat, niet hard neerzet of zo, dat het dan op zich nog wel goed werkt. Want de rand is wel gewoon helemaal goed blijven liggen. Dus ja, het werkt niet voor 100%, maar het is beter als helemaal niks. En het is in ieder geval goed opgeborgen. Dus ook als je bijvoorbeeld een kat hebt of zo, die zo graag met een pootje je puzzelstukjes van je open puzzelplaat afhaalt, ja, dan is het nu wel helemaal afgesloten. Ik dus heb zitten zoeken tussen de stukjes, zie ik echt wel dingetjes die ik nu herken. Maar ik dus nu, maar ja, goed, kijk, dan heb je bijvoorbeeld hier die kraampjes met die
mintgroene witte strepen, ja, die komen dus ook weer 3 keer terug. Dus ze heeft het echt wel heel goed gedaan om het toch moeilijk te maken. Door toch, weet je, en hier heb je die, dat marktkraampje vooraan, maar dat komt ook weer terug daar in de parasol. Dus ik moet echt zeggen, ze heeft er echt wel heel goed over nagedacht. Om toch dingetjes terug te laten keren. Net zoals die kozijnen van de winkeltjes. Dus ze heeft het echt niet makkelijk gemaakt. Ja, voor nu is het even genoeg geweest. Ik moet ook natuurlijk niet uren achter elkaar puzzelen. Want dan word ik stijf. Dan krijg ik last van mijn rug. Ik ben al een beetje stijf. Dus nu ga ik nog even Château Meiland kijken. Goeie. Oh, ik zie dat ik mijn haar nog helemaal niet heb gedaan. Goedemorgen allemaal. Het is vrijdag vandaag. Ik heb dus ook gewoon zo Islot naar school gebracht. Goed. Het was vanochtend weer eventjes spitsuur. Nou ja, het valt op zich wel mee. Maar vandaag op school bij Islot komt de schoolfotograaf. Dus ja, dan moet je 's ochtends natuurlijk net even wat extra's aan het outfitje doen. Dus ik heb twee leuke staartjes bij haar gemaakt. Ik vind dat zo super schattig. Ben ik nou echt de enige zo die die dan nooit even van tevoren checkt, zit er nog genoeg water in? Dus vanochtend had ik even wat meer werk met Islotte. Natuurlijk leuk de haartjes gedaan. Even leuk 2 staartjes gemaakt. En ik zag bij de zoete zusjes in een video, zag ik dat ze draaivlecht had gemaakt. Nou, dat is echt super simpel. Neem je gewoon 2 strengen. Die draaien rechtsom en dan linksom over elkaar. Nou ja, ik zal het nog wel een keertje laten zien. Maar ja, dat is eigenlijk niet zo boeiend. Maar, dus ik had gisteren al zo'n vlecht bij haar gemaakt. En ik ben dus mijn borst aan het zoeken. Ah, die ligt nog hier. En nu had ik er dus 2 gemaakt. Ik vind 2 staartjes al zo super schattig. Echt heel leuk. Maar goed, ik ga dus nu nog even mijn haar borstelen. Ondertussen, want ik had hier nog iets de spulletjes klaarstaan. De borstel en de elastiekjes en zo die ik net gebruikt heb bij die slotten. Maar ja, dan ga ik hier zitten en dan... ik raam me even heel snel dit op. Nou, dat staat hier in de kast. Hou maar dicht. En aan het werk. Nou, het is inmiddels lunchtijd. En ik heb lekker 2 koolhydraatarme boterhammetjes met een beetje filet en een plakje ham. En ik heb een lekker kuppensoepje erbij, want dat is best wel fris, vind ik. Ja, en de energieprijzen vliegen de pan uit, dus moet voorzichtig doen met de kachel aan. Nee hoor, gelukkig hebben wij dat goed geregeld en hebben wij nog een contract voor een aantal jaren. Dus daar zijn we heel blij mee. Hallo, ik ben een nieuw meisje. En hier is Islotte met de schattige draaivlechtjes die ik vanochtend bij haar heb gemaakt. Hè. Ik ben Pippi Langkous. En nu gaan wij lekker... Ik ben Pippi Langkous. Wij gaan lekker eten. Nou, het is inmiddels tijd voor het avondeten. En we hebben lekker eten gekookt. Ik heb... Nasi bami vlees met nasi groenten. Met kruidenzakjes. Die hou ik altijd over van de noedels. De kinderen eten dan noedels, maar die willen er geen kruiden bij. Dus die nasi zakjes, die kruidenzakjes bewaar ik er altijd. En die gebruik ik dan gewoon als nasi kruiden. Dus dat heb ik er doorheen gedaan. En een beetje cashewnoten. En een klein beetje rijst. En een klein beetje sambal. En een klein beetje ketchup manis. Dus dat gaan wij lekker eten. Goeiedag, het is vandaag zaterdagavond, want wij hebben al eten gemaakt. Ik heb de hele dag niet gevlogd, we zijn zo druk bezig geweest. Met mijn kamer opruimen. Met Islotte de kamer opruimen. Maar nu hebben we wel lekker eten gemaakt. En wij hebben patatjes met een braadworstje en rode kool.
Met appel. Rode kool met appel. Ruikt. Ja. Een van mijn lievelingskostjes. Maar we eten het eigenlijk niet zo vaak. En ik weet eigenlijk niet waarom. Want het is gewoon hartstikke lekker. Maar ja. Is heel ranzig. Een hele goede koolhydraatarm. Misschien ik denk dat er wat suiker in zit. Dus ik denk dat de reden is dat ik het eigenlijk niet zoveel eet. Maar dit gaan wij dus lekker 10 eten. 10 per 100. Nou, dat is dus waarom ik het al heel lang niet heb gegeten. En nu merk ik eigenlijk wel, nu ik eigenlijk niet echt koolhydraatarm eet de laatste tijd. Dat ik dat soort dingetjes eigenlijk wel heel erg mis. En het eigenlijk wel heel fijn vind dat ik nu gewoon eventjes alles kan eten wat ik gewoon echt lekker vind. In de zin van me niet aan allerlei dingen hoef te beperken. Dus ik ga hier lekker van genieten. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag. We hebben lekker... Moe. Jij bent alweer moe. We hebben gewoon allemaal lekker uitgeslapen. Maar deze dame was weer heel vroeg wakker. Omdat ik nooit uitslaap. En we zitten lekker aan ons ontbijtbrunch. Jeroen heeft een hele schattige, lieve, romantische koffie voor mij gemaakt. Dus daar gaan wij lekker van genieten. Nou, ons ontbijtbrunch zit er lekker in. Zit hier een veldje op de lens. En het is zondag, dus een relaxed dag. Ondanks dat ik eigenlijk echt moet opruimen en eigenlijk nog verder moet met Islot de kamer. Maar ik daar nog even geen zin in heb en eerst even iets lekker ontspannends wil doen, ga ik weer lekker puzzelen aan de Creatic puzzel. Ik heb de losse stukjes van de rand nog niet gevonden. Dus nou ja, goed, die kom ik vanzelf wel tegen. En ik ga nu eerst even lekker verder puzzelen. Ik ben gewoon veel aan het puzzelen. Ik ben net ook wel even bezig geweest met het uitzoeken van wat wol. Want ik wil een nieuw kussenhoesje gaan maken voor een van onze kussens. Dat heb ik ook nog even tussendoor gedaan. Dat is natuurlijk lekker iets dat je lekker zit op de bank en dan even iets kan haken. Dus ik ben weer met van alles tegelijk bezig. Maar goed, dat heb ik altijd. Ik zal even laten zien hoe ver ik ondertussen ben met de puzzel. Nou, het is een beetje een ongeorganiseerd zootje. Althans, zo lijkt het zo. Maar ik snap het op zich wel. Kijk, hier heb ik alles met die zwarte streepjes. Dat moet ongeveer daar. Dus ik heb overal een beetje alles neergelegd waar ik ongeveer denk dat het moet. Dit stukje heb ik al aardig mee opgeschoten. En zo hier en ook daar heb ik best wel al wat dingetjes aangelegd. Dus... Het gaat niet super hard, maar het gaat gewoon lekker. Het is best wel een lastig puzzeltje, dus hartstikke leuk om te doen. Nou, ik heb net voor mezelf even een lekkere cappuccino gemaakt. En daarbij misschien een hele rare combinatie. Maar ja, ik had trek in allebei, dus denk ik maak het gewoon alvast allebei. En een lekkere kuppensoep. Dit is een... mok die ik ooit met mijn moeder cadeau heb gegeven voor moederdag. Met een babyfoto van Xarno erop. Schatje. Dus besteed ik deze zondagmiddag. Nou, dan is het inmiddels maandag. En dan ga ik hier bij deze vlog ook afsluiten. Vond je deze vlog nou leuk? Doe dan vooral een duimpje omhoog. En ben je nog niet op mij geabonneerd? Zou ik dat super tof vinden als je dat wil doen. Kan beneden hier via de rode knop. Helemaal gratis. En dan maak je mij daar super blij mee. Doei doei, tot de volgende vlog.